video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag weer een Primark shop nog voor jullie. Ik vond het tijd om weer naar de Primark te gaan. En ik ga eind deze maand op vakantie naar Curaçao. Dus mocht ik gewoon zelf weer wat kopen. Ik had wat spulletjes gekocht en wat teruggebracht en weer wat nieuws gekocht. Dus ja, de verzameling van die twee keer dat ik ben geweest naar de Primark in Zaandam. Want daar komt alles vandaan. Ja, zit allemaal hierin. Zoveel is het dus niet, maar ik heb wel een aantal hele leuke dingetjes. En er zit ook één fail ding tussen, maar ik wil hem toch eventjes laten zien. En het ligt nu een beetje door elkaar en ik begin gewoon met wat er bovenop ligt. Als eerste, oh ja, deze. Dit is een zwart shirtje en deze kost 7 euro. En wat het leuke is aan dit shirtje, ja, je schouders zijn open. Dus het is een shirtje met korte mouwen. Maar je schouder is nog gechopt, zeg maar. Ik heb nu ook zwart aan, dus misschien een beetje lastig om te zien. Maar dan hou ik het even omhoog. Dit is dan je schouder, zeg maar. Dus dan ja, komt je schouder er bloot uit. En ik heb deze al een keer gehad, maar dan gestreept. En ik vond hem zo leuk. En ik zag hem nu in het zwart en ik dacht, ja, die moet ik eigenlijk gewoon meenemen. En hij is maar 7 euro, dus ja, superleuk om deze te kopen. Even kijken, het volgende wat ik heb gekocht, ja, dat is een pyjama shortje eigenlijk. Maar ik vond hem zo leuk dat ik hem moest hebben. Dit is hem. Hij is heel erg fel roze met witte bloemen en kant aan de onderkant, zoals je wel kan zien. En deze was maar 5 euro en ik zag hem en ik wilde hem echt zo super graag, omdat ik hem gewoon zo schattig vond natuurlijk. Maar dit is niet iets wat ik zou dragen in... Hi! Maar dit is niet iets wat ik zou dragen in Nederland als kort broekje. Maar zoals ik al zei... Wat kom je doen? Nou, in Nederland zou... Ik ga mijn zin gewoon even opnieuw beginnen. In Nederland zou ik deze dus niet echt buiten gaan dragen. Maar ik zat te denken misschien wel in Curaçao. Voor onder een bikini of... Ja, ik weet niet. Op vakantie draag ik toch wat meer kortere dingetjes dan ik normaal gesproken zou doen. Dus ja, deze. Ik vind hem super leuk. En je vindt hem dus bij de pyjamaatjes. Even kijken. Oh ja, dit is gewoon een soort van hemdje, dit shirtje. Maar ik vind het patroontje dat erop is heel erg leuk. Er zitten allemaal olifantjes op dit shirt en dat vind ik heel schattig. Niet te veel, ook veel van een ander, ja, printje, patroontje. En dit shirtje was 5 euro en het is gewoon een heel, best wel dun stofje. Dus heel erg lekker, gewoon ook weer voor op vakantie. Gewoon een shirtje om boven je korte broekje aan te doen en je bent klaar. Dus heel erg relaxed, voor 5 euro ook. Yay. Oh ja, dan dit hemdje. Dit is ook 5 euro trouwens. En bij de hals vind ik hem heel erg mooi. Misschien zie je het nu al. Maar zometeen bij het aanbeeld zou je het ook wel kunnen zien. En aan de achterkant zit er een soort van, ja, gaatje. En niet zo heel boeiend. Maar het is wel mooi. En ja, wat ik wel moet zeggen over dit shirtje. Hij zat een beetje apart bij mijn borsten. Dus ik moest wel echt even een maat 42 kopen. Zodat je niet mijn hele BH zou zien. Maar hij viel een beetje klein aan hier bij de bovenkant, bij de borsten. Ja, de stof houdt gewoon een beetje op. En ja, ik moest dus een maat 42 kopen, zodat je mijn BH niet zou zien. Ja, dit vind ik een heel erg leuk shirtje. Hij was er ook in het donkerrood. En zoals je ziet is deze, ja, een beetje grijs met witte doorheen. Die was rood met zwarte doorheen. En ik vond hem net een beetje te donker. Dus die heb ik niet genomen, maar is ook wel heel erg leuk als je ervan houdt. Oh ja, dit is best wel een mooi shirtje. Of nou, best wel. Ik vind het een heel mooi shirtje eigenlijk. Streepjes zoals je ziet. En misschien zie je wel, deze hals is een beetje anders. Je zal het even wat beter zien op het aanbeeld trouwens. Een bordeaux hals. En ja, super mooi, heel vrouwelijk. En dit shirtje was 4,50 euro. En ik heb een gestreepte genomen dat ik het heel erg mooi vond. Maar de zwarte was niet in mijn maat meer. Dus hij was er ook in het zwart en volgens mij wit. Maar die scheen een beetje door. Ik heb hem niet aangehad, maar ik heb echt mijn hand er gewoon achter gedaan. En hij scheen een beetje door. Dus ik heb gekozen voor de gestreepte. Vind ik ook eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, hier kom ik aan bij mijn failure. Ik dacht ermee, koop even wat kleur. Hè? Voor vakantie, doe even. En toen zag ik een jumpsuit. Deze jumpsuit heb ik dus gekocht. Ja, en ik had dus deze jumpsuit gezien. En ik dacht, ja, ik vind hem niet per se mooi of zo. Maar hij is lekker voor over mijn bikini. Je ziet hier een sticker 7 euro, maar hij was afgeprijsd naar 3 euro. Toen dacht ik wel helemaal van, nou ja, boeien, dan koop je hem gewoon. Want hij, ja, hè, lekker voor op vakantie. Ook een dun stofje weer, prima. Maar hij zit echt verschrikkelijk. Dus ik weet niet eens of ik hem wel mee ga nemen op vakantie of wat dan ook. Misschien draag ik hem een beetje thuis of misschien helemaal niet. Ik weet het echt even niet. Ik vind hem in ieder geval niet mooi zitten. Je zult het wel zien op het aanbeeld. En het is best wel jammer, want ik hou best wel van geel en ik heb helemaal geen gele items. Niet dat dit echt een geweldig geel item zou zijn. Maar als hij gewoon leuk had gezeten voor op vakantie, had ik dat wel leuk gevonden. En ik heb hierbij wel besloten dat ik wat meer gele dingetjes moet gaan kopen. Want
Geel is leuk. En volgens mij gaat geel helemaal hip worden. Oh, ja. Hier staat de sloffen in van Harry Potter. Ja. En normaal gesproken, ik wacht echt altijd met spullen dragen, kaartjes eraf halen. Tot ik de shop nog heb opgenomen. Maar ik kon me gisteravond niet inhouden. Dus ik heb ze aan. Ik heb ze nu ook aan. Wacht. Oh, die kat zit op me. Ik doe heel onhandig, want mijn kat zit op mijn schoot. Dus ik kan er even maar eentje pakken ook. Dit is de Harry Potter pantoffel. Het teken van Zwijnstein staat hier op je tenen. En er zitten een paar sterretjes. Hij is grijs en ja, een beetje hele schattige, hele zachte, wollige binnenkant. En aan de onderkant zit een anti-slip waarop gewoon staat Harry Potter. Ja, deze was 5 euro, dit paar sloffen. En ik vond het geweldig leuk. Ik dacht, ja, die moet ik meenemen. Mijn vriend Mitchell had ze voor me gevonden. Ik was namelijk op zoek naar een pyjama. En ik zal hem even hier laten zien in beeld, want hij is super leuk. Maar ze hadden hem niet. Dus ik kon hem helaas niet kopen. Ik zag wel wat lange varianten en wat andere broeken en truien zelfs. Allemaal bij de pyjama afdeling trouwens. Ook die sloffen. Maar het was het net niet en ik zocht eigenlijk die korte pyjama en ik was een beetje heartbroken dat die er niet was. En toen vond Mitchell deze sloffen, dus ja, deze heb ik wel meegenomen. En ik ben echt een Harry Potter freak. Ik dacht zelfs Harry Potter ketting op het moment. Er zijn in ieder geval genoeg Harry Potter items bij de Primark. En ik zag ook Batman, als je ervan houdt, Minions allemaal, Coca-Cola en dat hebben ze wel vaker. Wat zag ik nou nog meer? Lion King was het. Dat zocht ik. En een legging met turtles erop. Ninja turtles. En nou ja, van alles. Ik ga weer verder. Even kijken, wat haal ik hier uit? Oh, deze jurk. Even kijken hoor. Ja, deze jurk is maar 8 euro. Kijk of ik hem goed kan laten zien. Maar hij is zo mooi. De bovenkant is heel mooi. Weer een beetje hetzelfde als dat grijze shirtje. Je zal hem wel wat beter zien op het aanbeeld. Dit is de laatste tijd zo in dat het een bijna soort van halter shirtje gaat worden. Normaal heb je gewoon hemdjes die zo lopen. En je hebt ook halter shirtjes. Dus dat het echt zo om je nek gaat. En dit zit er een beetje tussenin. Dus het gaat een beetje hierop. Op je sleutelbenen. En ja, het is heel vrouwelijk. Best wel sexy. Dus ja, super nice dat dat helemaal in is. Dat dat te koop is allemaal. En deze super mooie jurk was maar 8 euro. Dus ik was echt helemaal wauw ervan. Dit is dus een wat langere jurk zoals je wel hebt kunnen zien bij het aanbeeld. En ik hou daar gewoon heel erg veel van. Stofje is verbazingwekkend goed. Dus vind ik wel heel erg fijn. En dit is alweer het laatste kledingstuk. Zoals ik al zei, ik heb niet zo heel veel gekocht. Maar ja. Oeh. Even kijken. Ja, dit shirt heb ik eigenlijk ook al in het grijs met witte strepen. Maar ik draag hem niet zo vaak als ik zou willen. Omdat hij niet altijd gewoon even goed te combineren valt. Dus ik dacht, ik koop hem in zwart. Die kan ik altijd aan. En ik heb nog niet genoeg zwart. Dus moest ik deze wel nemen. Het is een beetje cropped shirt. Of best wel een beetje eigenlijk. Met lange mouwen. Hij is super basic. En is 5 euro. En ik denk dat dit shirt wel weer echt mijn favoriete shirt gaat worden. Die in het grijs met wit dus. Draag ik ook echt met super veel liefde. En ik krijg er heel veel complimenten over. Dus ja, deze moest ik gewoon kopen toen ik hem zag. Ik dacht, oh, eindelijk is hij er in het zwart in mijn maat. Ik moet hem nemen. Dus dat heb ik gedaan. Ja, nu heb ik nog twee kleine rare dingetjes. Of klein. Ze hadden Mentos kauwgom gewoon. 45 kauwgompjes voor 1,50 euro. Vond het prima. En ik had geen kauwgom meer in de auto liggen. En ik hou graag van kauwgom in de auto. Dus die gaat naar de auto toe. En dan had ik nog theedoeken. Ik heb deze al een keer eerder gekocht bij de Primark. Ander kleurtje volgens mij. Maar ze zijn echt heel erg relaxed. En er zijn dus 3 theedoeken voor 4 euro. En dit waren mijn Primark aankoopjes. Misschien niet heel erg veel, maar volgende week ga ik weer een shoplog voor jullie uploaden. Ik heb namelijk een bestelling geplaatst bij Lovies. 4 of 5 dingen. Volgens mij 5 dingen heb ik daar besteld. Ook niet heel erg veel, maar wel echt hele leuke dingetjes. Dus ik ga zeker eventjes abonneren als ik jou was. Want ja, dan mis je de shoplog van Lovies ook niet. En dan heb ik nog een klein verzoekje. Afgelopen zondag, vorige week zondag, heb ik een video geüpload. En dat was een eBay review video. En omdat er iets misging met het uploaden, hebben niet al mijn subscribers een video melding gekregen. Of een melding in een abonnementenbox. Of een mailtje gekregen. Dus hij is niet zo heel erg goed bekeken. Maar het is een nieuwe reeks op mijn YouTube kanaal. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus ik zou het leuk vinden als je die video na deze video gaat bekijken.
En ik zal hem natuurlijk even linken in de beschrijving, dus kijk ook even in de beschrijving. En daar vind je nog wat meer informatie over mij of waar je me allemaal kan volgen, et cetera. En ik zou het heel leuk vinden als je me overal volgt. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Woensdag komt er een vlog op mijn YouTube kanaal en aankomende zondag dus de shopvlog van Lovies. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel graag heel snel weer. Doeg! Ik heb nu pas product 1 gehad, maar ik ben nu al helemaal blij met dit video-idee, zeg maar. Pakketjes openen, bestellen. Ik pak nu even een nieuwe. Oh, dit is een dun pakketje. Ik weet wat het is. Het is een shirtje. Met palmbomen.